gisteravond nog even een stukje van een video over 5G. Ja, waarbij eigenlijk gezegd werd van... er stond een soort elektro-expert bij zo'n mast. Hè, zo'n echt toren die... die dan de lucht in gaat met allemaal van die... oh, kijk, daar hebben we er een. Oeps. Nou, dan ben ik niet... ja. Hier hebben we er eentje. En dat de leidingen die daar naar boven gaan... dat die echt gigantisch zijn. Je kunt het ook echt zien. Die zijn gewoon... die hebben misschien wel een doorsnede van 10, 15 centimeter. En dan gaan er dan... 3x10 of 3x15 van naar boven. En die zei van dat de air, om data door de lucht te krijgen, ook over heel ver, dat je daar misschien een 100.000ste of 1 000.000ste van nodig hebt qua kracht, dan dat er naar boven gaat. En dat dat voor hem een teken was dat er toch wel heel andere dingen gebeuren in zo'n mast. En dat er ook militaire toepassingen zijn met een soort microwave weapons. Waarbij diegene eigenlijk zei van bedrijven met de mobiele telefonie en Google en dergelijke, die hebben gewoon de macht om als ze de switch aanzetten. Om gewoon dorpen of gebieden of landen gewoon in één keer in de magnetron te zetten eigenlijk. Mm-hmm. Is dat iets... Hoe is dat in jouw waarneming? Wat er in zo'n 5G-mast gebeurt? Ja. Technologie die gebruikt wordt is een op resonantie op informatievelden gebaseerde technologie. En wij hebben in onze computer ene en nulletjes en dat is een taal, de digitale taal, en daarmee wordt dus een script gelanceerd. Maar dat is eigenlijk al lang 30, 40 jaar geleden, kijk het, 1992, waarbij er kwantumcomputers werden geactiveerd. En die kwantumcomputers werken niet via ene en nullen. Die kwantumcomputers die functioneren... En nu hebben we het over de militaire inlichtingendiensten. Dus niet de MIVD van Nederland, maar nog echt lagen daarachter. Die functioneren op basis van informatieuitwisselingen. Dus informatienetwerken. Die functioneren op basis van niet ene en nullen, maar die maken gebruik van het aanhechten van trillingsvelden. Dus noem het maar een trilling, een resonantie. We noemen het ook als geometrieën. En in die trillingsvelden, daar liggen dus complete informaties opgeslagen. En die trillingsvelden worden ingepakt. Die worden ingepakt. Dus dat is niet een ene en nullen meer, maar dat zijn informatievelden. Die worden ingepakt, die worden geritst als het ware in de frequentie van wifi of van GPRS. Een soort zip-files. Ja, dat zijn resonantievelden. Die zitten dus verpakt in het wifi-signaal. En dat is een exact dezelfde manier hoe ons brein werkt. Als je een beetje onderzoek doet voor de mensen die daarin geïnteresseerd zouden zijn, kijken hoe het brein functioneert, hoe de synapsen functioneren, hoe neurons zich verplaatsen, hoe neurotransmitters functioneren, dan kun je zien dat dat eigenlijk een innerlijk, hier binnenin, een intern geavanceerd systeem is wat heel erg op wifi lijkt. Dus je moet misschien dan durven zeggen dat het wifi-netwerk, ik heb het niet over de computernetwerken, want daar worden ene en nullen verplaatst, maar het ingezipte, ingeritste informatie op basis van resonantieinformatie, resonantievelden, dat een denkveld is, een artificieel veld, wat volledig operationeel is door middel van onze computers, door middel van wifi. En dus direct invloed heeft
op ons functioneren van ons brein. Dan ga ik hem nog iets verder trekken. Ons brein wordt eigenlijk gebruikt. En wifi is daar het verbindingselement in. Ons brein wordt gebruikt niet alleen om te beïnvloeden, maar ook als een soort rekencapaciteit reservoir. Ja. En, rekencapaciteit en ook wordt ons brein heel systematisch gecontroleerd, zodat het niet in staat lijkt te zijn, zeker is, om bijvoorbeeld buiten kaders te denken, in een andere niet-menselijke manier te kunnen denken, te kunnen voelen, werkelijk kunnen voelen, intellectueel, spiritueel, oorspronkelijk kunnen voelen. En ook niet te kunnen communiceren, dus het grid is gesloten om te kunnen communiceren met intelligenties, waarvan ook mensen, uit andere werkelijkheden die hun brein in dat lichaam heel anders functioneert hebben dan de mensen hier op aarde. Dus het is tevens ook een controle grid. Dus een soort algoritmes die erop lopen met een soort alarmbellen als het metertje een bepaalde kant uitslaat. Ja. En dat, maar kennelijk ben jij daar toe in staat geweest om die te pareren. Omdat jij wel communicatie hebt met andere realiteiten, zeg maar. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Weet je, hoe je dat dan... Nou, het gaat om kennis. Ze zeggen wel eens kennis is macht. En dat is natuurlijk absoluut niet waar. Want kennis is gewoon inzicht. En inzicht geeft bevrijding. Dat is eigenlijk juist de volgorde. Uh-huh. Dus je zult moeten kijken van... Je zou de vraag niet naar in dit geval naar Martijn moeten brengen eigenlijk. Van hoe kan het dat wel zo is. Maar meer gewoon, oké, hoe doet hij dat dan? En is dat misschien wel op een hele andere manier toepasbaar ook voor mij? Welke inzichten, welke kennis ontbreekt er bij mij om daar op een andere manier naar te kunnen kijken? En als die kennis, inzichten er dan zijn, pas ik ze ook toe. Want daar gaat het ook om, hè? Het gaat niet alleen om kennis vergaren. Ik zie binnen de bewustzijnsgroepen op deze planeet mensen ontzettend veel kennis vergaren, maar ze blijven gewoon eens doen zoals ze doen. Ze blijven leven zoals ze leven, ze blijven denken zoals ze denken, ze blijven handelen zoals ze handelen, ze blijven beoordelen en bekritiseren zoals ze oordelen en kritiseren. Het gaat om dat je uit de kaders durft en kunt stappen. Dus het gaat ook om de actie. Je moet ook werkelijk anders zijn. Nou, dat is het stukje wat ik deel. En ik wil heel veel informatie delen, maar op alle informatie die ik deel, lopen ook controlemechanismes overheen. Ik heb ook een deeltje van mijn fysieke brein, van het lichaam, waar ook in meegekeken wordt. Dus ik moet heel erg andere taal gebruiken. Ik moet een hele andere bewustzijn inzetten om te kunnen spreken over deze onderwerpen. Wat het ook wel eens abstract en vaag maakt, daar ben ik met jullie allemaal eens, dat het soms moeilijk te volgen is. Maar je moet proberen mee te kijken in wat ik vertel in beelden. Dat is wat er eigenlijk bedoeling is. En dan komen er beelden bij, dan wordt het een beeldend verhaal. En dan kom je op een gegeven moment in een stap daarvoor. En dan kom je in een gevoel waar dat beeld uit ontstaat. Dus maar goed, ja. Ik ben niet de enige overigens, hoor. Ik ben helemaal niet bijzonder daarin. Er zijn ontelbaar veel mensen op deze wereld die dit doorhebben, maar die ook contact hebben met andere bewustzijnswezens, met andere werkelijkheden. Het zijn alternatieve werkelijkheden. En onze werkelijkheid is eigenlijk een alternatieve werkelijkheid. Het is een op gedachten gebaseerde, gecodeerde werkelijkheid van andere intelligenties. Mm-hmm. Dus je moet anders gaan denken. Dat is de grootste stap. Daar wordt ook de grootste kracht in gebracht om mensen gezamenlijk hetzelfde te laten denken. Want dat vormt materie. Gedachten vormen materie. En is dat dan ook het grootste wapen? Hè? Want wordt even in dat filmpje wat ik dan zag over 5G wordt gesuggereerd. Hè, dat ze zeg maar middels opentrekken van die switch op vol vermogen. Hè, eigenlijk gewoon een dodelijk wapen in handen hebben. Maar dat is zeg je dan impliciet dat niet het objectief is. Maar meer gewoon mind control door die zogenaamde zip files. Ja, als je begrijpt dat trilling, de volledige kennis van wat vibraties zijn en hoe materie dus ook ontstaat. Als je dat helemaal doorgrondt en je snapt hoe dat functioneert als intelligentie, dan kun je met frequenties, als je de bouwstenen snapt van de programmatuur van deze werkelijkheid, hoe dat functioneert op basis van gedachten, dus als je de gedachten onder controle hebt, kun je uit trilling eigenlijk alles laten ontstaan. Dus dan is trilling te manifesteren in elke fysieke vorm, in elk script. Ja. In een voertuig waarmee je kunt reizen door de tijd heen. Maar ook naar een grasmaaitje, dat je lekker je gras kunt maaien met een zonnepaneeltje achterop. Maar ook in zeer geavanceerde wapensystemen. Ja. En kijk, we moeten niet denken dat onze overheden betrokken zijn met dat soort ontwikkelingen. Absoluut niet. Dat zijn allemaal rookgordijnen over elkaar heen. Dus mensen moeten ook eens een keer ophouden andere mensen steeds te demoniseren, te bekritiseren van dat zo is. We moeten veel verder weg moeten gaan aanwijzen als het ware. Ja, 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 ja.
Maar het zijn wapensystemen, natuurlijk. En, in feite is gezond brood ook een wapensysteem. Het gaat erom wat jij denkt over dat brood. Ja, ja. En maakt het dan nog uit, zeg maar, hoe je daar zelf... Hè, je zegt dat het belangrijk is om daarover, hoe je erover denkt. Maar maakt het er nog uit hoe je ermee omgaat? Kijk, wij reden net even langs zo'n toren met allemaal van die straling. Waar hier komt er weer een aan trouwens. En is... kijk, het is niet meer uit de weg te gaan. Hè? Dus je hebt er overal mee te maken. En, maar maakt het dan... Hè, dus het is niet meer uit de weg te gaan. Maar maakt het dan nog uit of je bijvoorbeeld thuis... op je wifi of op je router 5G uitzet. En dat je alleen maar 2.4 hebt. Of dat je gewoon alleen maar via een draadje... de verbinding maakt. Of maakt dat nog uit? Zeker, maar het gaat erom van wat wil je voorkomen. Als je wilt voorkomen dat je wordt bespioneerd, dan maakt het niks uit. Dan zou ik zeggen, zet 10 routers naast je bed neer, want het maakt niks uit. Hè? Die spionageactiviteiten die zijn er gewoon. En als je kijkt op basis van je fysieke lichaam, hè, want daar hebben we wel mee te maken, dan zou je zeggen van nee, zet al dat spul uit. Haal wifi uit je huis. Ja. Want hoe dichterbij zo'n zender is, en die zender die heeft een enorm negatieve werking op het celweefsel, op de structuur van het lichaam. Nou ja, dan zou ik zeggen, doe hem gewoon lekker uit. He, dus haal hem weg. Maar vreugde is niet een programma. Vreugde is een vrije emotie. Vreugde is levensgenot. Vreugde is delen, openheid, transparantie, elkaar ontmoeten. Kijk, in alles wat wij als mensen doen, het is allemaal binnen een georchestreerd systeem. En die Blue Light Technology, die chips die erin zitten, dat zijn niets anders dan eigenlijk holografische inserties. Binnen al een grote holografische insertie. Er voedt een oorlog binnen het veld van de aarde. En dat is een van de redenen waarom de beschavingen die de mensheid ongelooflijk lief hebben, zich daar niet in mengen, omdat het hier een te gevaarlijke zone is. Maar dat correspondeert natuurlijk niet helemaal met de spirituele lessen die wij hier aan elkaar allemaal hebben verteld. Want het is hier natuurlijk één grote spirituele leerschool. Nee, deze werkelijkheid waarin wij nu leven is een spiritueel gedevalueerd model. Het is andersom. Mensen willen graag dat het een spirituele leerschool is, om zich te conformeren aan die leer. Maar dat is het niet. En dat is ook wat we zien binnen de Europese Unie, ook in Brussel, wat we straks gaan bekijken en gaan invoelen met elkaar, is dat wij ook daar een soort leer gepresenteerd krijgen, hè, dat het is om iets goeds, hè, om iets te leren, om iets nooit meer te laten gebeuren, zoals de Tweede Wereldoorlog. Maar het is om iets anders. En we moeten kijken van dat we die innerlijke kracht in onszelf kunnen openen, geheel eigenwijze. Eigenwijs. En niet op de manier zoals ik dat zeg, ook niet op de manier zoals de EU dat zegt, zoals niemand dat zegt, moet het in jezelf voelen. En vooral gaan voor de openheid en voor de transparantie. Gaan voor het gezamenlijk geheel. Dus de techniek die staat voor vandaag op het programma. En die hebben we verdeeld in 5 secties. En eigenlijk kunnen we maar een heel klein tipje van de sluier oplichten, want het is een gigantisch veld. We hebben verdeeld in wat nu voor ons beschikbaar is, waar we een keuze in hebben of dat wel of niet gebruiken. Wat we wat er in de nabije toekomst voor ons beschikbaar is, maar waar we ook een keuze in hebben. Maar ook de programma's die over ons uitgerold worden, waar we geen keuze in hebben. Dan nog techniek met betrekking tot voedsel, techniek met betrekking tot het lichaam. En ook de invloed van de matrix en ons cyberbiologisch lichaam op ons bewustzijn. Dus ja, dat is een gigantisch spectrum. Ja. Dus laten we ook maar gelijk beginnen. En het klopt ook wel dat we daarover gaan spreken natuurlijk. Want we bouwen dat natuurlijk ook echt met elkaar al op. Hè, met al die onderwerpen die de revue passeren. En ook wat er gewoon in Nederland eigenlijk allemaal besproken wordt. Ja. Overal, hè, want we zijn met elkaar overal over deze onderwerpen in gesprek. En ook al zitten er verschillen in. Of zelfs tegenovergestelde situaties. Ja, we bouwen het op. En het is fijn dat we nu over deze onderwerpen gaan spreken. Ja. Want ook dat, en wellicht is dat wel het belangrijkste, om daar dus de dwarsverbanden in te zien in de huidige werkelijkheid, maar ook in relatie tot ons bewustzijn. Ja. Dus ik ben heel blij dat we dit nu gaan aantippen. Ja. Ja. Ja, we hebben er allemaal mee te maken, dus ja, dan is het goed om er wat meer van af te weten. En waar we zeker ook allemaal mee te maken hebben, zijn de smartphones en de laptops. Mm-hmm. Ja, dus dat is dus eigenlijk niet meer weg te denken. En via Edward Snowden weten we eigenlijk allemaal dat we
allemaal afgeluisterd worden, dat alle e-mails worden gelezen, dat alle WhatsAppjes real-time gaan, dat we dat onze GPS-locatie, alle minuut weet je waar iedereen is. Jij noemde laatst een verschil tussen een oud mobieltje en de chip van een oud mobieltje en de chip van een smartphone. Mm-hmm. Kun je daar iets van zeggen over het verschil daartussen? Want beide zijn GPS traceerbaar, mm-hmm. Beide hebben SMS en beide kun je die telefoongesprekken voeren. En die worden ook met de oude chip afgeluisterd en doorgegeven. Mm-hmm. Wat is dan zoveel verschil met de nieuwe smartphone? Het verschil tussen de nieuwe chiptechnologie mm-hmm. is, en dat is niet, het zit er niet alleen in de chip, dus daar gaan we gelijk op beginnen met een heel verhaal eromheen, wat heel belangrijk is. Er is op deze aarde is een artificieel netwerk geïnstalleerd, en dat is al vanaf 1983 operationeel. Dat werd in Skylab, daar kunnen mensen het opzoeken. Skylab is het eerste Europese en Amerikaanse space- of ruimtevaartlaboratorium wat gelanceerd is, waar allerlei proeven werden gedaan. Wetenschappelijke proeven, technologische proeven. Skylab werd al voorzien door gigantische zonnepanelen van honderden meters doorsnee. Nou, als je tegenwoordig 12 stuks op je dak hebt liggen, dan heb je het gevoel dat je iets heel nieuws hebt. Goed, dat is bij deze ook ontzenuwd. En in die Space Lab periode zijn er allerlei ruimtewandelingen gemaakt. Er zijn satellietsystemen gelanceerd die in een soort netwerk met elkaar functioneren om zelflerende, artificiële, zelflerende chips mee te kunnen communiceren. Waar dat zich ook bevindt in het netwerk. En dat is een gigantisch programma. En dat is ook nog gelaagd. En dus er zijn wetenschappelijke programma's. Er zijn ook echt wetenschappers die daar in het programma hebben meegedraaid. En vervolgens zijn die programma's afgesloten en dan is dat uit beeld, dan is het officieel gesloten en dan krijg je allerlei andere richtingen en zo is dat hele programma uitgerold. Is het DARPA geweest? Of wat zeg je? DARPA? DARPA heeft daarmee te maken, ja. Mm-hmm. Ja. DARPA die heeft daarmee te maken, maar dat is niet in de eerste serie, dat is in de derde serie geweest. DARPA heeft daar hele strikte militaire doelstellingen in. Logisch, dat hoort echt bij DARPA. Ja. Maar wat er gebeurd is dat er een netwerk is gebouwd om te kunnen functioneren als een artificieel schild wat op elk moment van de dag kan interacteren met chips die dus ook zelflerend zijn. En wat nu terug concreet, wat is nou het grote verschil? Op dit moment zijn de chips die in de smartphones gebouwd zitten mm-hmm. en ook in heel veel andere apparatuur, zijn combinaties tussen chipsystemen zoals we dat 10 jaar geleden kenden en zelflerende biologische, het is eigenlijk een combinatie tussen cyberbiologische en kristaltechnologie. Laat ik maar gewoon zeggen, een zelflerend en zelfbewustzijn chipsysteem. En die verzamelt informatie door ons uit te lezen. Dus wat smartphones doen, ze interacteren met ons bewustzijnsveld. Ze interacteren ook met ons brein. En ons brein is natuurlijk onze boordcomputer van dit lichaam. Mm-hmm. En dat wordt dus uitgelezen door het artificiële veld wat als een schild rondom de aarde hangt. Door die chip? Die chip wordt uitgelezen door het artificiële schild. Okay. En het grote verschil is dus dat we nu telefoons hebben waarvan wij denken dat wij hen nodig hebben. Mm-hmm. Maar het is ook andersom, die telefoon heeft ook ons nodig. Dus ons bewustzijn wordt gelezen en wordt geüpload in feite naar een ander netwerk. Het grote verschil is dat we nu telefoons hebben die invloed hebben op ons bewustzijn. Mm-hmm. En die dus via mind control programma's en hele andere programma's als UMTS-frequenties inserties in ons neurosysteem brengen. Dus het is een soort neuraal monitorsysteem. Oké. Okay. En neemt dat ons ook energie af? Ja. Oké. Okay. Ja. En niet zo dat dat energie aftapt uit ons energieveld, mm-hmm. Maar meer dat het invloed heeft door ons gevoelens. Wij staan er niet bij stil, maar dat wij gevoelens in ons systeem hebben, mm-hmm. wat neurologisch, zeg maar, geprikkeld en opgebouwd wordt in het systeem door middel van interacties tussen die chip mm-hmm. en ons neurologisch systeem. En wat er dan gebeurt is dat ons brein gewoon belast wordt. Dus ons brein wordt belast, daardoor zijn we vaak moe. Oké, en dat is minder met een oude gsm? Nou,
oude gsm's hebben... wat is een oude gsm? Dat is niet een smartphone. Hè? Dus zeg maar... Nou ja, maar er zijn ook wel telefoons die niet smartphones zijn. En als je nu naar de mediamarkt gaat van de BCC en je koopt een normaal telefoontje waar een dual simmetje in kan, dan zit daar ook diezelfde technologie in. Okay. Dus het zijn telefoons van, laat ik zeggen, moet ik even terugkijken, telefoons van voor 2012. Dat was een oude, onverwoestbare Nokia. Ja, hebben, en toen had je dus ook, ja, precies. Iedereen had. Ja, dat is een prima ding. Dat is een prima toestel. Nee. Maar toestellen in 2012 die de smartphones waren. Dat is, denk maar ook eventjes aan de Blackberries en al dat soort systemen. Ja. Waren eigenlijk allemaal, werden allemaal gelanceerd om die technologie uit te testen. Oké. En dat zit ook in laptops, neem ik aan. Zo'n chip en dat soort dingen. Mm. En maakt het... wat maakt het uit of je hebt een laptop of een tablet of een telefoon met die chiptechnologie. Mm-hmm. Ik zou zeggen dat zo'n smartphone, dat je die vaak op je lijf draagt, dus dat het meest beïnvloedend is? Of dat... Het hangt van het soort, hoe dichter het bij je lichaam is, hoe sterker dat natuurlijk. We spreken dus over de straling en daarmee ook de uitleescapaciteit. Ja. En dan praten we dus in dit model, praten we nu over een technologische situatie, die dus ook wetenschappelijk, regulier wetenschappelijk is, ook al wordt het allemaal ontkend. Mm-hmm. Dat is een technologie van deze aarde. Maar hoe dichter het op je lichaam zit, hoe meer invloed het heeft op je weefsel, op je cellen. Dat is absoluut waar. En maakt het ook uit of het aan is of niet? Nee, het maakt helemaal niks uit. Nee? Ik kan het toestel gewoon uitzetten, het maakt helemaal niks uit. Batterij eruit maakt ook niks uit? Nee, maakt niks uit. Nee. Zodra het één keer geïnteracteerd heeft met je bewustzijn, is dat zelf ingeleerd en kan het in elk moment interacteren met je bewustzijn. Oké. Ja. En maakt de software ook nog uit of je bijvoorbeeld een Apple hebt of een Android of een Windows of een Linux? Nee, helemaal niks. Helemaal niks. Nee. Dat is puur besturingssysteem waarin de applicaties draaien. En een achterdeurtje is voor de vele inlichtingendiensten om ook jouw softwarematig te kunnen checken. Yeah. Maar dat maakt dus helemaal niks uit. Het gaat echt om de technologie. En het is niet voor niets als je Silicon Valley gaat bestuderen. Dat is een van de grootste chipgiganten op deze planeet. Yeah. Er zijn wel documentaires over te zien. Nou, het is onvoorstelbaar hoe dat beveiligd is. De technologie die daar ligt is zo immens belangrijk voor de structuur op deze planeet, voor de machthebbers. Er liggen zoveel geheimen in dubbele kluizen, dat is gewoon, daar kom je gewoon niet in. Het is 100 keer sterker dan Fort Knox, bij wijze van spreken. Terwijl in Fort Knox eigenlijk niks te beschermen is, want er ligt niks meer. Maar dat is eigenlijk, moet je dat zien als een soort kunstmatige intelligentie die zichzelf daar beschermt? Ja, dat is zo. Kijk, maar het is een heel gelaagd programma. Hè? Want als je de vraag stelt over van, heeft het invloed als ik het door dicht op mijn lichaam te dragen of juist niet, dan hangt het ervan af waar we die vraag over stellen. Stellen we die vraag over de reguliere, wel geheime artificiële systemen, of praten wij over een interdimensionale technologie die achter het hologram functioneert van wat wij zien als een glas water of als een chip. Ja, dus we hebben te maken met multidimensionale mind control, fysieke mind control hier op deze planeet. Mm-hmm. We hebben ook te maken met de controlelagen die achter het hologram, achter de taal hangt. Ja, dus achter de bubbel van bijvoorbeeld dit lichaam en deze tafel. Ja. Dat de codes die daarachter hangen, waar dat dus uit opgebouwd is. En waar wij dus maar 1% van kunnen zien, omdat ons brein maar 1% kan vertalen in een driedimensionaal beeld. Het gaat er dus om wat voor... uit welk hologram die technologie, die chips, is opgebouwd. En daar zit een veel groter punt. Okay. Ja, want dan kom je dus echt in cyber realities terecht. Mm-hmm. Die dus achter die technologie hele andere programma's uitvoeren. Waar de mens wat de werkelijke aard is en de reden is waarom technologie in zo'n razendsnel tempo op de aarde geïntroduceerd wordt. En dat is inherent aan de bewustzijnsprocessen van de mens, dat wij steeds meer bewuster worden, wordt er steeds meer ingevoegd in deze werkelijkheid om daar controle en manipulatie in te blijven houden. En dus het is maar net iedere keer, dat is ook heel belangrijk voor de mensen thuis, en voor onszelf is dat ook belangrijk, dat op het moment dat we die vragen stellen, dat we even checken vanuit welke kant komt die vraag. Ja. Want dit is zo'n gigantische bibliotheek. Ja. Er is nog echt geen film over geschreven. Maar die zijn wij wel aan het schrijven op dit moment met elkaar trouwens. Ja. Ja. Ik krijg een vraag binnen en die zegt van, kan je ook beschermen met de Flower of Life tegen straling? Nee. Is er überhaupt iets waar je mee kunt beschermen? Ja, met je bewustzijn. Oké.
Okay. Ja. Dus dat is echt een hele belangrijke rek- en strekoefening van onze hersenen en van ons hartbewustzijn. Het gaat om focus en aandacht te brengen naar daar waar jij invloed wilt hebben in dat stuk. En er zijn genoeg wetenschappelijke testen waaruit blijkt dat dat dus werkt. Maar dat is echt de hoofdsleutel. En elk ander thema eromheen kan helpend zijn, het kan ondersteunend zijn, het kan bekrachtigend zijn, maar het is nog steeds eromheen. Uh-huh. En dus alles wat wij gebruiken om onszelf te beschermen, ja, is hartstikke fijn, werkt ook wel. En ik zeg, nee, daar gaat het dus niet om. Want in feite waarom het dan werkt, is omdat jij met jouw vermogen, al dat stuk wat jou dienstbaar is, in feite al aan het bekrachtigen bent. Dus in feite gebruik je dus niet die flower of life, maar het wordt dus al gedragen door jouw bewustzijn. Ja. En als je die afleiding er ook nog afhaalt, en je gaat zuiver rechtstreeks werken, ja, dan krijg je formidabele resultaten. En dat is ook het echte werk feitelijk. Dat is het echte werk. Ja. Ja. En zijn er speciale oefeningen die je dan kan doen? Of is het gewoon zo bewust mogelijk leven? Waar moet je me daarbij voorstellen? Ja, beide. Nou, als we het dan over de eerste hebben, van speciale oefeningen. Ja, nou, de eerste speciale oefening is dat je inderdaad bewust bent. Ja? Okay. Dus dat, waar we het al eens een keertje ook eerder over hebben gehad. Als simpel voorbeeld wat ik gisteren ook in de terugkomavond besprak. Hele simpele oefeningen van hoe bewust zijn wij op het moment dat we 's morgens wakker worden. Ja. We worden wakker gemaakt door een wekker, wat überhaupt al helemaal niet nodig is. Dat is puur een programma, maar stel dat we dat even nodig hebben, dan is maar de vraag van wat ga je doen? Ga je de douche in en ga je gelijk met gedachten over wat er allemaal nodig zou zijn? Of ga je met bewustzijn, ik wil het woord intentie eigenlijk zo weinig mogelijk gebruiken, ga je met je bewustzijn en aandacht naar de dag en ga jij de dag al in met jouw bewustzijn van dit is wat ik ga doen vandaag. Ja. Ik besluit hierbij dat die dag er zo uitziet. Het gaat dan niet alleen om de mind, maar ook om het gevoel dat ik bij heb. Nou, dat is al echt een gouden tip hoor, Arjan. Oh, goh. Hij is heel simpel. Iedereen weet het wel, er is niks nieuws aan. Ja. Maar de vraag is natuurlijk maar net van hoe serieus nemen we onszelf om het ook werkelijk te doen. Nou, ik heb hem vandaag voor het eerst gedaan en hij was ongelooflijk krachtig. Ik doe het wel vaker opstaan met een meditatie, maar dan ga ik toch eerst naar de wc of tanden poetsen of wat ik dan ook maar moet doen. Maar dat zijn nogal twee totaal verschillende dingen die je daarop doet. Ja, maar of het nou 1 of 5 minuten later is, hè, maar om het te doen op het moment dat je echt wakker wordt en dan... Ja, dan je tanden poetst. Precies. Ja. Nee, maar dat is ook zo. Ik heb echt gemerkt vandaag dat het de intentie... eigenlijk heb ik gewoon gezegd van nou, zo en zo gaat mijn dag verlopen. Ja. En in overvloed heb ik dat ervaren. Heerlijk. Fantastisch. En dat werkt ook op het moment dat je anders daarmee omgaat. Dus veel mensen die ermee werken gaan dat als een soort wens neerzetten. Van ik wens dit, ik wens dat. Een wens, dat blijft dus ook een wens. Ja. He, het symbool van de wensput is ook dat je steeds als je iets wenst, een deel van jezelf ergens ingooit. En dat het daar blijft liggen. En het is bij je weg. Ja. Je hoeft het alleen maar te creëren door het te zien en door het te voelen. Ja. Dus een diep liggend bewustzijnsproces is dat. Ja. Nou, dat kun je dus doen. En er zijn ook wel echt wel oefeningen voor natuurlijk. Hè. Dat is ook waar ik zelf heel lang in dit leven, ik ben nu 42 jaar nog maar natuurlijk fysiek, maar in dit leven heel veel onderzoek naar heb gedaan. En dan ook in alle aspecten, dus ook in politieke zin. Ik heb heel veel mensen ook gesproken en ik ben heel diep gegaan, ook met bepaalde mensen waar je het niet van zou verwachten. Bewustzijn te brengen in werkzaamheden, waardoor jij niet meer geleid wordt door je werkzaamheden, maar waardoor de werkzaamheden voortkomen van wie jij bent. En dan is maar de vraag van wie ben je dan wel en wie ben je niet. Dus het is echt een heel proces om daar doorheen te gaan, maar het heeft absoluut te maken met bewustzijn. Bewuste keuzes en ga eens kijken of datgene wat je doet, of je dat nou aan het doen bent omdat je dat gewoon doet, of omdat het echt voortkomt vanuit een dieper liggende motivatie. En dat is gewoon hartstikke fijn. Want als alle mensen daarmee bezig zouden zijn, dan zou de hele aarde natuurlijk al in een radicaal ander model verkeren. Ja, absoluut. Ik krijg ook een vraag binnen van, goh, hoe kun je nou je kinderen tegen beschermen? Van een mobiele telefoon, een iPad en een laptop. En dat is toch natuurlijk wel een beetje anders om dit soort bewustzijnsdingen te laten doen. Is er een manier waarop je ze zou kunnen beschermen? Nou ja, als het puur over de straling gaat, dan je kunt nog hele praktische dingen doen. Je kunt gewoon in ieder geval zorgen dat je geen wifi-zender in je huis neerzet. Ja. En mij is opgevallen, en dat is gewoon een constatering op basis van de onderzoeken en de gesprekken die ik voer, dat mensen die daar heel erg mee bezig zijn,
thuis allemaal een smartphone hebben of een tablet en dan zit geen kabel aan een tablet, dus er moet ergens vandaan komen. Dus weet je, stop gewoon met datgene te doen waarvan je, waar je dus niet mee wilt werken. Kinderen kun je gewoon beschermen door die apparatuur gewoon uit hun huis te laten. Zorg ook dat je kind in ieder geval geen televisie ook in zijn kamer heeft. Geen dektelefoon. Geen dektelefoon. Geen dekt babyfoon. Ja. Dat is ook belangrijk. Ja, dat zet, al die geëikte dingen die... beschermen. Ja. Ja, maar goed, dan spreken we dus echt over het beschermen tegen de straling die op afstand. Maar je kunt je kind in feite niet beschermen. Want een kind is net als... mijn kind is net als ik ook aan het ervaren. En ik kan natuurlijk wel informatie geven aan mijn zoon. Mm-hmm. Maar dan is het maar de vraag of hij daar natuurlijk iets mee doet. En hoe kun je een kind leren om met bewustzijn te werken? Ja, dan zul je dus echt helemaal low bottom in moeten stappen. Op een hele kinderlijke leuke manier gaan uitleggen wat er allemaal aan de hand is. Nou, dat is ook waar ik mee bezig ben. Want er worden ontzettend veel vragen gesteld om ook met kinderen te gaan werken. Er zijn heel veel kinderen, ik kom ook heel veel kinderen tegen de laatste tijden. Die ook naar lezingen komen, ook in andere, bij andere evenementen, dat kinderen er zijn. Kinderen vanaf 8 jaar tot zeg maar, nou neem eventjes 18 jaar, dat is natuurlijk verder. Maar, dus die hele groep is in beweging en dat is ontzettend bemoedigend. Want dat bewustzijn, ik bedoel als er een kind is van 8 jaar met bewustzijn hier bezig is, kind gaat dus vanuit hologrambewustzijn volgende dag naar school. En dat vloeit natuurlijk ergens heen. Ja, mijn zoon is 10 en die is ook hevig geïnteresseerd in alles en nog wat. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Heel leuk, ja, absoluut. Ja, maakt het nog uit wat voor soort straling, zoals wifi, G3, G4, UMTS, of je nou je Bluetooth aanzet of niet. Gewoon allemaal aan de kant? Allemaal is het gewoon schadelijk. Ja. En ook worden ze allemaal gebruikt voor andere mind control programma's. En het heeft niet altijd alleen maar met de frequentie te maken waar mensen iets over denken, maar het heeft vaak met de modulatie te maken van het signaal. Dus door het signaal heen zitten programma's. En die programma's die zijn niet te lezen, die zijn niet te zien. Ik heb als iemand een gesprek gehad met een monteur of een techneut van de KPN. Die zei, ja, ik kan gewoon uitlezen wat er allemaal wordt verzonden. Ik zie al die pakketjes, kan ik gewoon zien. En dat zie ik op de display. En er zit echt niet een of ander geheimzinnig programma tussen. Mm-hmm. Dus ik vroeg aan die man van, denk jij dan dat als er een geheimzinnig programma tussen zit, dat jij dat zou kunnen zien op dat scherm? Op jouw testapparaat? Dan was ik stil. Nou ja, maar ik zie het in ieder geval niet. Dus het is iets, het zit gemoduleerd in het signaal. Ja. En dat zit achter het signaal. En dus ons hele 1 en 0, ons hele pakket, hoe digitale informatie wordt verzonden, in pakketjes gebeurt dat. Hè? Ja. Vroeger was het een complete stroming van informatie, tegenwoordig gaat alles in pakketten. En die pakketten, daar zitten doosjes tussenin met andere informatie. Maar die doen zich voor als ene en nullen, maar daar zit andere informatie in. Het zijn eigenlijk gewoon Trojaanse paarden. Uh-huh. In ons systeem. Ik heb nog een vraag over voice recognition en dan moet ik een klein anekdotetje vertellen. Ik was laatst op Ibiza en ik ontmoette daar een vrouw die wel graag een update van mij hebben over het laatste jaar van Harald Koutsvella. Mm-hmm. En dus ik vertelde haar dat verhaal met die chemtrails en wat hij daarvan heeft ontdekt. Nou, zegt ze, dat is wel bijzonder dat je dat zegt, want ik zie dat gewoon letterlijk naar beneden komen. Ik zie soms gewoon printplaten in de lucht en ik zie dan ook wat voor soort mind control er wordt losgelaten. En ze zegt, eigenlijk is het gewoon ook heel eenvoudig om dat te zien. En dan kan je dat zo leren. En toen was ze even stil en toen zegt ze van, maar ik krijg nu, want ze was mediumiek begaafd. En ze zegt van, ik krijg nu echt ongelooflijke rode vlaggen. Ze zegt, ik ben nu gewoon acuut in levensgevaar, dus ik moet even stil zijn. Dus dat was ze dan ook even. En na een tijdje sprak ze weer. Ze zegt van, nou, wat er gebeurde was heel bijzonder. Ze zegt van, ik kreeg een soort scherm voor me, waardoor ik eigenlijk niks meer kon zien. En een soort klem op mijn hersenen, dat ik eigenlijk niet meer fatsoenlijk kon denken ook. En ze, dat heb ik eerder meegemaakt. Zij is zangeres en als zij zingt voor grote groepen, dan vertolkt zij wel eens de liefde. En op het moment dat zij denkt van, goh, nu hebben we echt een hele hoge energie, dat zijn en die ze dan ook graag op camera wil hebben, dan staat het nooit op beeld. Ze zegt, soms heb ik 12 professionele cameramensen met professionele apparatuur. En die gaan, en nu weet ik wat er gebeurt. Ze zegt, die krijgen die ervaring. En ze zegt, soms zie ik het ook in het publiek. En even verder zei ze van, wij worden ook afgeluisterd, zegt ze. En we zaten gewoon midden in een prachtige tuin op een berg, verder geen technologie in de buurt. En toen
zei ze van, nou, toen heb ik even gecheckt van, goh, moet ik nu mijn telefoon uitdoen of jouw telefoon uitdoen? Dan zegt ze van, nou, dat maakt helemaal niks uit. Want er is kennelijk technologie die met voice recognition werkt en ook met DNA. Waardoor ook al loop je ergens midden in de woestijn, dat je nog real-time getracked en getraced zou kunnen worden. Weet jij van het bestaan van dat soort technologie? Ja, ja, dat weet ik. Oké. Okay. Ja, kijk, en hoe weet je dat bijvoorbeeld? Nou, daar ga ik zo antwoord op geven, reactie op geven. Kijk, je zou kunnen zeggen, telefoons, nou ja, dan kunnen ze dus eigenlijk wel houden, want het heeft geen zin om ze aan de kant te doen, want we worden toch afgeluisterd. Nou, dan heb je natuurlijk nog een chipverhaal. Dan hebben we nog een chipverhaal, natuurlijk. Ja. Het gaat er ook om dat wij dienen te beseffen dat er niet één inlichtingendienst is op deze planeet. En dat we dus met verschillende dimensies te maken hebben, met verschillende belangen die dwars door elkaar heen lopen. Ja. Wij zijn het kanaal wat normaal gesproken ook contact heeft met al die dimensies. En dat door reden X op dit moment niet helemaal goed functioneert. Dat betekent ook dat er zoveel verschillende lagen van inlichtingendiensten zijn, inlichtingennetwerken en controle units, dat als je het voorbeeld van ik loop in de woestijn, mm-hmm. en daar word ik ook afgeluisterd, ja. die informatie die komt niet bij de Secret Service van Obama terecht. Nee. Dat zijn andere groepen, dat zijn andere takken. Okay. En die moeten het feitelijk vaak hebben van geheime inlichtingennetwerken, van telefoons en al dat soort zaken. Afluisteren ook via lichtfrequenties of van 50 en 100 hertz via het lichtnet. Dus dat wil ik wel eventjes nog gewoon zeggen, om ook goed te begrijpen dat al die verschillende lagen, dus ook allemaal door al die verschillende technieken, door allemaal verschillende organisaties, mm-hmm. Ook worden aangestuurd. Okay. Nou, ik wil iedereen vragen, voor degene die mee wil doen, daar weer aan, om lekker ontspannen te zitten. En blijf vooral met de aandacht.